Nou, welkom op deze avond. Ik ga de introductie kort houden. Zoals in de uitnodiging stond, gaan we jullie vanavond meenemen in de wereld van cybercrime, de ontwikkelingen en wat er tegen te doen. Het eerste deel van de avond zal door Brenno de Winter ingevuld worden. Brenno heeft me ook gevraagd, hij gaat ons meenemen met allerlei voorbeelden om de sessies zo interactief mogelijk in te vullen. Dus als jullie vragen hebben, opmerkingen mag ook. Tuurlijk. Dan, we hebben de hele avond, hè? Dus, we hebben de hele avond, dus we starten met cybercrime ontwikkeling en oplossingen. Ja. En vragen, we kunnen zijn hopelijk. Ja. Ja, en toen hadden Rick en ik die titel en alles bedacht en toen kwamen we er eigenlijk op dat het wel iets meer dan dat alleen was. Ik zal even heel kort mezelf introduceren. Brenno de Winter, misschien kennen jullie me van het hacken van de OV-chipkaart en daar lang op reizen. En daar komt gelijk een van de eerste problemen rond informatiebeveiliging aan gelijk boven water. Weten jullie goed genoeg in welke business jullie zitten? TransLink Systems was er heilig van overtuigd dat zij in de business van vervoer zaten. En de politie dus ook, toen ik een strafrechtelijke zaak had. Dus ik kreeg meteen de vraag van over zwartrijden. Ik zei, nou maar, wacht even, dit is geen zaak die gaat niet over zwartrijden. Jawel, u heeft niet betaald voor uw reis. Ik zei, dat is iets anders. Het gaat niet over zwartrijden. Jawel, want u heeft bij het vervoersbedrijf TransLink Systems. Ik zei, nou, hoeveel treinen, bussen, metro, trams heeft TransLink Systems in bezit? Geen. Is dat niet wat weinig voor een vervoerbedrijf? Dat was natuurlijk ook zo, maar ze vroeg, ja, wat is er dan aan de hand? Ik zei, nou, ik heb een bank beroofd. Nou, dat vonden de rechercheurs erg ingewikkeld. Maar dat is wel wat het is. Een bedrijf wat geld binnenkrijgt en vervolgens geld verdeelt, dat plachten wij een bank te noemen. En als je niet op de radar hebt staan dat je een bank bent, hoe kun je dan goed je informatie beveiligen? Hoe kun je dan überhaupt je werk doen? Want een van de dingen die ik van een bank verwacht is dat ze transacties monitoren en daarvan alles omheen doen. Dat op een gegeven moment fraude met zo'n kaart wordt gedetecteerd. Ik kon 3 weken lang reizen omdat het niet werd gedetecteerd. Omdat daar eigenlijk was het systeem niet zo op ingericht. Ja, toen ik op een gegeven moment mezelf ging inchecken in Maastricht. En een minuut later op Schiphol. En dat een keer of 12 heb herhaald. En elke keer €80 eerste klas van account wisselde. Toen op een gegeven moment werd dat gedetecteerd en werd de kaart geblokkeerd. Maar goed, dan moet je ook weer snappen. Wat is het systeem wat je hebt gedaan? Nou, je geeft een spaarbankboekje mee aan de mensen die je niet vertrouwt. Dan zeg je, daarvan is de versleuteling geheim. En daarom geven we de chip met die versleuteling erop. Die gaan we gewoon 2 miljard keer dupliceren. Ja, dan komen er een keer studenten langs die chip uit elkaar gaan trekken. En kijken waar zit de encryptie. En dan is het probleem geschapen. En dat was natuurlijk precies wat er met die kaart was gebeurd. Dus het is heel raar om een spaarbankboekje mee te geven aan mensen die je niet vertrouwt. Want als ik dus die cryptografie kan kraken, kan ik dus mijn spaarbankboekje beheren. Dus als je op mijn kaart zet dat die geblokkeerd is, dan zet ik gewoon een backup terug en dan is die weer gedeblokkeerd. Dan kun je weer vrolijk doorreizen. En dit heeft alles te maken met het niet snappen van de business waar je in zit en de methodiek. Dat is de kern. Als je dat op de radar hebt, dan gaat het al heel snel heel veel beter. Nou, voor Rick zijn dit bekende mensen. Dit zijn mensen van CIP. Ik doe af en toe wat werk voor het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Ik ben een van de 2 trekkers van de domeingroep Awareness. Omdat ik geloof dat het leeuwendeel van informatiebeveiliging niet alleen in techniek zit, maar vooral in de mens. En daar moet je zijn, daar moet je het gedrag veranderen. En heel veel van de artikelen en dingen die ik schrijf, ze hebben als oogmerk om gedrag te veranderen. Niet als oogmerk om een scoop te hebben. Kan je gelijk aangeven dat training geven veel lucratiever is dan stukken schrijven. Dus daar zit het er niet in. Waar het wel in zit, is dat je wil dat mensen wat bewuster zijn van de risico's die we lopen en daar dus ook op acteren. Nou, een van de dingen, en denk maar even aan uw eigen portemonnee. Hoeveel geld draagt u vandaag bij u? Iemand enig idee? Hoeveel heeft u bij u nu? Geen idee of helemaal niet? Ik heb geen fysiek geld bij me. Geen fysiek geld? Ongeveer €20. 0 euro. Nou, dat lijkt me toch niet uw volledige kapitaal. Dus de rest is, netjes opgeslagen. Zijnde een getalletje in een computer. Meer dan dat is geld op dit moment niet. Voor 98% is ons
financieel systeem volledig gedigitaliseerd. Nou, hoe leuk is het als je daar met die getalletjes kunt gaan rommelen? Dat je gewoon zegt, ik geef een willekeurige burger er een paar euro bij. Laten we zeggen 5 miljoen. Dan creëer ik geld, wat er niet is. Nou, iedereen die iets van economie weet en van financiën weet, dat als je geld creëert, 5 miljoen, dan maak je 45 miljoen euro schade. Ja, want je hebt 5 miljoen op de bank staan. Dat wordt niet volledig opgenomen. Dus wat doet die bank? Die leent dat weer door. En dat gaat, daar schijnt een factor 9 op te zijn. Hoe dat precies zit, dat weet mijn co-auteur van dit boek, Victor Broers. Want die heeft op financiën gewerkt. Maar wij hebben dat scenario uitgewerkt als hack. Voor wat zou er nou gebeuren als zo'n hack wordt gedaan door bijvoorbeeld de Russen met een politiek oogmerk? Nou, dat geeft hele leuke scenario's waarvan erg lacherig werd gedaan door de meeste banken toen het boek uitkwam. Van nou, dit is niet interessant en zo. En vervolgens waren er 30 mensen in de zaal bij de boekpresentatie van wie de naam niet bleek te kloppen. En een paar waren gewoon herkenbaar van het televisieprogramma Kassa, omdat ze daar namens een bank wel eens wat hadden gezegd. Dus dat was wel erg geestig. En wat ook het heel geestig maakt is dat ze zeggen, het kan niet. Want de ECB controleert alles. Ja, die controleert alles op basis van de input die ze krijgen. Weet je, we laten gewoon in systemen gaten vallen en dat is gewoon een risico. Dus met de rode hek heb ik daarvoor proberen te waarschuwen. Erg ingewikkeld, tot een week voor de publicatie opeens Kaspersky naar buiten komt met een hek van om en nabij een miljard op banken. Ja, dan wordt het toch het begin van een probleem. Ondertussen roepen de banken, ja, maar we hebben alles zo goed geregeld. Nou, dat kan zo zijn. Maar overal moet je zo meteen even opletten. Waar je zo meteen iets op het scherm ziet bewegen, is sprake van een lek wat als gevolg kan hebben, een cross-site scripting lek, wat als gevolg kan hebben dat ik een volledig nieuwe website over deze website heen leg en bijvoorbeeld internetbankieren overneemt. Kijk even of u uw eigen bank ziet. Wie heeft zijn eigen bank niet voorbij zien komen? Oh. De bank waar ik voor werk niet. Dat is goed. En welke is dat? Dat wordt. Daar heb ik even niet op terug. Want deze, er is er namelijk een van de regulieren. Dat is namelijk de Frieslandbank. En dan kan ik altijd zeggen, ja, maar dat is tegenwoordig Rabobank. Maar dat grapje gaat dus hier niet op. Dus ik had eventjes de stille hoop dat dat nu wel zo zou zijn. Je kunt niet zeggen dat deze banken niks aan beveiliging doen of lui zijn. Want dat is gewoon niet het geval. Wat wel het geval is, is dat het enorm lastig is om je werk goed op orde te krijgen en zo op orde te houden dat je elk beveiligingsincident voor kunt zijn. En langzamerhand is toch wel de opinie in de informatiebeveiliging dat je twee soorten bedrijven hebt. Bedrijven die gehackt zijn en het weten en bedrijven die gehackt zijn en het nog niet weten. Ga er maar vanuit dat links of rechts ergens u gehackt bent. En laten we dan weer over de realiteit gaan praten. En wat blijkt heel vaak bij datalekken en bij informatiebeveiligingsproblemen, dat er meer dan één probleem speelt. Kijk, een incident treedt niet op omdat alles perfect is. Nou, een van de leuke dingen was dat op een gegeven moment ransomware was geïnstalleerd op de systemen in Lochem. En die burgemeester die belde me en die zegt, ja, weet je, de gemeenteraad komt er toch achter, ik kan het maar beter naar buiten brengen. En wat heeft dan een burgemeester liever, dat het via een landelijk medium gaat dan via het lokale medium? Dat is namelijk, lokaal vinden lokale overheden veel erger. Dus hij zegt van, nou, zet maar op nu.nl. Ik zeg, wow. Heb je al aangifte gedaan? Nee, hoezo? Dus nou, 1. Er zijn criminelen die nu geld van je willen hebben. Dat lijkt me afdreiging. Er staat 8 jaar op. Ja, dat is meer dan voor heel veel andere misdrijven. 2. Je hebt een mega hack hier te pakken. Jouw interne systemen, je interne structuren zijn gehackt. Nee, het is een ransomware. Ja, maar wel over de bestanden waar jouw token om draait. En wie zegt dat die data niet is doorgestuurd naar andere organisaties? Nou, een bekend voorbeeld waar ik zelf veel energie in heb gestoken is het Dorifel-virus. Waarbij dus niet alleen de bestanden werden versleuteld, maar later ook een server is aangetroffen. Met alle documenten zo'n beetje die waren geïnfecteerd, geüpload. Inclusief interne beschrijvingen als in scans over het netwerk, hoe het netwerk eruit zag.
Wat inlogaccounts waren, dat soort zaken, IP-adressen intern. Het totale plaatje van organisaties plus 100 miljoen documenten. Nou, ik heb dat naar buiten gebracht en daarop is er een AIVD-onderzoek gestart. En die hadden toch niet het idee dat ze hier te maken hadden met spionage. Oh ja, en de documenten waren naadloos geïndexeerd. Dus je kon er echt vrij door zoeken enzovoort. Maar verder had het totaal niets met spionage te maken. Ja, wat het wel is, dat bleef eventjes een dingetje. Maar zo'n ransomware is dus niet zo onschuldig als het lijkt. Daarnaast kwam bij mij de vraag op, wat doen de verkiezingsdocumenten op jouw servers? Die mogen daar van de wetgever niet staan. Dus je ziet dus dat je dan opeens meer aan het licht komt dan de bedoeling was. Dus ja, ik schrijf met liefde op. En ja, als je aangifte hebt gedaan, zo anders heb je nog steeds je probleem. Dus hè, met liefde en je zeker weet dat alles is veiliggesteld. Maar weet dat als je slim gemeenteraadslid hebt, dat je dan het begin van een enorm probleem hebt. Nou, uiteindelijk kwam dat dag voor de verkiezingen toch nog goed. Maar het bleef erg interessant. Nou, laten we eens kijken hoe het in een aandachtsgebied van het CBP gaat. Bijvoorbeeld de zorg. Is er hier iemand uit Rotterdam toevallig? Ja, ik. Oh, jij natuurlijk. Ja, dan ken je misschien deze apotheek wel. Dat vind ik nou als Amsterdammer zo leuk om te zeggen. Ja. Nee, dit is op de Westplaak. Heb je trouwens een fantastische shabu shabu zitten, maar dat is een heel andere lezing. Maar dit is een apotheek en ook die hebben wel eens bedrijfsfeestjes en dan laten ze rommel achter. En hoe denk je dat ze hun medische dossiers vernietigen? Niet. Ja, inderdaad. Ja, hier eten ze een zalmpje. Je gooit snel nog eventjes de medicijnen die zo keurig zijn ingeleverd weg. En de medische dossiers. En ik hoef niet uit te leggen dat dit een geval is waarbij het iemand was die leefde niet meer op het moment dat ik hem ging googlen. Wat je ziet is dat we in de fysieke en in de digitale wereld dezelfde fout 2 keer achter elkaar, 3 keer, 4 keer blijven maken. We leren er maar niet van. Kijk naar bijvoorbeeld een grote zaak als het Groene Hart Ziekenhuis. De beveiliging bleek tekort te schieten. In 2008 werden ze op de vingers getikt. In 2011 moesten ze zelf zo'n score invullen. En toen scoorden ze echt, laten we het maar netjes zeggen, zwaar onvolwassen. In 2012 breekt een hacker in. En in 2014 concludeert het CBP dat ze nog niet aan de wet voldoen. En beloven ze dat in 2017 te kunnen realiseren. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar de eerstvolgende keer dat ik door rood loop en een agent schrijft een bekeuring uit, ga ik gewoon zeggen, als ik u nu zeg dat ik in 2017 ga stoppen met door rood lopen, zullen we dan de bekeuring doorscheuren? Ja. Maar het zegt heel veel over, één, denk ik, het gedrag in de boardroom. En twee, zegt het heel veel over de complexiteit waar dit soort organisaties mee zitten. Want echt, na die hek waren ze wel wakker geschud en is er serieus geld geïnvesteerd. Het is erg lastig. Nou, ik als burger heb ook wel eens last van hacks. Bijvoorbeeld dat je dan opeens een berichtje krijgt dat Adobe jouw data heeft gelekt. En het was niks spannends hoor. Het was internal ID, username, e-mail, encrypted password, encrypted. The password cryptography was poorly done and many were quickly resolved back to plain text. Nou zullen jullie het nooit doen, maar buiten deze ruimte zijn er mensen die op straat lopen en die hetzelfde wachtwoord op meer dan 1 locatie gebruiken. Dit is het begin van hoofdpijn. Overigens kreeg ik vanochtend een mailtje dat mijn e-mailadres was gelekt bij een organisatie. En dat was al in 2011 gebeurd. Daar was ik ook niet van op de hoogte gebracht. Niks spannends hoor. Het bedrijf heet Moneybookers. Is een online financiële dienstverlener. Dus dit geeft toch wel, denk ik, de pijnlijkheid van de problematiek aan. Nou, deze kennen we natuurlijk allemaal. Van de overspelsite. Maar wat doen dus mensen? Zo bewust zijn ze dus van hun risico's. Dat ze hun overheidsaccount gebruiken om dit soort diensten af te nemen. Dat je dus gewoon te lui bent om even een ander Gmail accountje of iets in ieder geval wat zo privé is dat het tussen jou, Google en een inlichtingencommunity van 1 miljoen mensen blijft. Daar zijn ze dus te lui voor, dus gebruiken hun overheidsaccount. Overigens hebben we in Nederland pepper.nl gehad en er was een grote consultancyorganisatie met wie ik wel eens training gaf. En op een gegeven moment kon ik dus tegen een van de jongens zeggen, en ben je nog vrijgezel? Het is toch allemaal vrij pijnlijk en dat zag je hier ook, want
Er zijn zelfs mensen die waren zo gegeneerd dat ze zelfmoord hebben gepleegd. Ja, ik zou ook gewoon zeggen, get a divorce, dat zou ook nog een optie zijn. Maar dit betekent dus dat aan één kant we enorme risico's lopen. En aan de andere kant ons dat totaal niet wenst te realiseren. Wat zegt u? Ja. Even kijken, oh, seksualiteit en kerk. Ja, dat komt denk ik door het eerste woordje, een voorganger, ja. Maar u kunt morgen allemaal voorganger zijn, hè? Er zijn online kerken waar je gewoon zo kunt aanmelden en dan kun je zo dominee worden. Ik heb dat ook eens gedaan. Of kun je natuurlijk altijd nog pestivarian worden, hè? Dus aanhanger van het vliegend spaghetti monster. Dus nee, opties te over. Nou, deze vond ik ook wel leuk. De KLPD, om twee redenen. Pensionado's van wat nu dan de landelijke eenheid is. Hun gegevens die werden gehackt door iemand en die begon te dreigen om elke dag een record op straat te gooien. Dat is heel leuk, want dat is de meest trefzekere manier naar een enorm rechercheteam dat naar jouw onderzoek gaat doen. Want die snappen namelijk wel dat je met die data ook bepaalde criminelen kunt bedienen. En die criminelen die hebben misschien nog wel een rekening te vereffenen met een of andere rechercheur. Want die staan ook gewoon op zo'n lijst. En dat is natuurlijk het tweede. Wat doet zo'n administratie van zo'n club online? Nou, deze vond ik zelf de allerleukste. 2013 was koud begonnen. Kwam een hacker bij me die zei dus van nou, NVM is lek en alle administraties zijn toegankelijk. Waaronder 70% de financiële administratie van 70% van alle makelaars. Dus ik confronteerde NVM ermee en die beginnen eerst heel agressief te reageren. En het tweede was echt heel boeiend. Er ontstond een discussie, want ik zei dus van elk makelaarskantoor in Nederland weet ik in theorie nu de omzet. Ik had die data zelf niet, even om heel helder te zijn. Alleen het bewijs ervan, ik zeg maar, als ik het dus in handen heb, dan kan ik dus volledig van ieder makelaar... Nee hoor, slechts van 70%. Dus dan moet je zo'n voorlichter gaan uitleggen dat er in deze wereld statistici zijn die op basis van 70% van een populatie echt wel de andere 30% naadloos kunnen inkleuren. Misschien wel tot een euro nauwkeurig. Komen we zo meteen ook nog op. Dus dit is wel het begin van een dijk van een probleem, zou je toch zeggen. Ja, nou dat werd niet helemaal zo gepercipieerd, zullen we maar zeggen. Maar wel leuk, want ik moest in hetzelfde jaar een huis huren. En toen werd er op een gegeven moment door de notaris gezegd... ja, omdat u zelfstandig bent, willen we ook van 3 jaar de boekhouding. Ik zei, nou, dat gaat niet gebeuren. Ja, dan kunnen we het huis niet verhuren. En hier komt weer een leuke informatiebeveiliging. Ik zei, dat kunt u mij prima. Wat is uw probleem? Ja, hoe weten we anders dat u gaat betalen? Ik zei, maar dat is een ander risico wat u nu benoemt. Want het gaat natuurlijk om informatiebeveiliging, om risico's. U bent bang dat ik niet kan betalen. U kunt mij in 3 maanden het huis uitzetten, toch? Dus als ik 3 maanden extra huur betaal, zijn we het dan met elkaar eens. Dan heb ik uw risico afgedekt. En ik denk dat ik dat ooit wel weer eens terug ga krijgen. En u heeft minder hoofdpijn. En u hoeft ook niet door mijn administratie heen. Ik begrijp niet, meneer, wat uw probleem is dat wij uw administratie gaan verwerken. Ik zeg, nou, ik zal 2 voorbeelden geven. 1. Het probleem 1 is uw website. En dat is namelijk een 12-voudig probleem. En probleem 2 is dat ik u gewoon niet vertrouw met mijn klantgegevens. En weten, als je dit weet en dit in je achterhoofd hebt, dan gaat het never nooit niet gebeuren. Stel dat u me inhuurt en vervolgens voor het eerst het beste huis dat je wil gaan huren, ligt het opeens op een of ander vaag makelaarskantoor. En wie wel eens met makelaars zaken doet, weet dat dat niet het minst loesje type is. Dus dat maakt het nogal een dingetje. Dus dit staat totaal niet op de radar. En waarom ik hierbij blijf hangen is dat dit een beroepsgroep is die over extreem veel persoonsgegevens beschikt. Die gaan we volgend jaar misschien nog wel eens een keertje terugzien. Nou ja, goed. Aljo gaat straks hier nog veel meer over vertellen, maar... op basis van 1 jaar lex kun je vaststellen dat uit bijna 80.000 majeure incidenten, dat in 99,9% van de gevallen een lek wat meer dan 1 jaar bestond, de oorzaak van de inbraak was. Of om het gewoon Nederlands te zeggen, als u een keertje op Windows Update drukt, dan neemt het risico op een inbraak substantieel af. Ik zeg niet dat het het oplost, absoluut niet. He, want er zijn ook nog dingen als aanhoudende dreigingen, advanced persistent threats. En in 60% lukt het binnendringen binnen minuten. Dat is een probleem. Nou, recentelijk ben ik eens gaan kijken, klopt dat?
Nou, en een van de leuke dingen is een zoekmachine die heet Shodan. En Shodan is een zoekmachine waarmee je eigenlijk niet documenten zoekt, maar computers. En computers die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Laten we zeggen, een hackers Walhalla voor de Internet of Things. Nou, ga ik even iets heel technisch zeggen. Linux, UPnP, AVTech en CountryNL. En dan kijk ik even naar een goede expert. Is dit een probleem? Ja? Ja, cameraatjes die gevestigd zijn in Nederland, waar je inderdaad vrij makkelijk door een bukje binnen kan komen. Dan krijg je gewoon een enorme waslijst, 577 in getal. Maar je kunt ook anders zoeken. Hè. Je kunt gewoon zeggen van ik wil gewoon camera's hebben, waarbij het inlognaam admin admin is. Of 2088 gevallen. Of 371 Netgear routertjes met user admin en password is password. Nou, en als ik daar binnenkom, dan heb ik een mooie springplank om andere aanvallen te gaan doen. Of om kinderporno down te loaden. Of in ieder geval iets te doen waar u heel veel last van heeft. En dit zijn de dingetjes, dit is alleen maar het laaghangend fruit. Hè? Ik heb nog geen wet overtreden, ik heb nog niks heel spannends gedaan. Nog inloggen via op computersystemen, routers met standaard informatie, ga zo maar door. Maar je hebt zelfs mensen die beheren hun computersystemen op afstand, zonder daar ook maar een wachtwoord of iets op te zetten. Dit is bijvoorbeeld een mestmengcentrale van een boerderij. Vinden terroristen leuk. Dit en dit, en u gaat ook niet meer zien dan dat, zijn de schermen van een huisartsenpraktijk. Dit heet Windows 7, dat zou misschien nog best wel goed kunnen zijn. Het is lastig dat ik alleen over zijn schouder kan meekijken of haar schouder. En dit is een Windows Server 2003, op afstand beheerbaar. Zelfs als je daar niet bij kon, heb je nu toch wel het begin van een probleem. Want Windows Server 2003 wordt niet zo heel erg goed meer onderhouden. Niet zo goed onderhouden is een eufemisme voor niet onderhouden door Microsoft. Dit is een reeks computers die op afstand, en dat is lekker beveiligd, want er staat een computer tussen, op afstand mengmachines beheren van een verffabriek. Leuk! Dit is iets wat ik niet weet wat het is, maar wat mij intrigeerde, was dit logootje. Ik denk, dat ken ik ergens van. Windows expired was dat. En Windows expired krijgt geen updates meer. Dat is ook voor deze computer niet nodig, want de updates voor uw computer zijn gereed voor installatie. En dan zeg je, ja, maar met die computer doe ik niets. Nee, maar ik ben wel bij je organisatie binnen. Dit is een router van een ja, hoe zeg ik dat, netjes. Een Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie die nog eventjes geïnstalleerd moet worden. Ja, ik probeer ze altijd anoniem te houden. Dit is, als je intikt default password with CountryNL, 160 voorbeelden, krijg je op twee dan of paar na, maar krijg je Cisco routers. En Cisco routers die hebben een hele mooie eigenschap. Als je die programmeert, dan kun je gewoon zeggen van nou, dit verkeer moet daar naartoe. Maar je kunt ook zeggen, dit verkeer moet daar en daar naartoe. En dan kun je gewoon zelf NSA'tje gaan spelen. Dat is echt heel leuk. Die Internet of Things wordt gewoon een hele boeiende periode voor informatiebeveiligers. En het hoofdpijndossier voor u. En dit is allemaal simpel hacken. Ik ga nu een niveautje hoger. Ik ga nu naar iemand, en u moet eventjes, want u kent hacker Henkie, maar ik ga nu naar hacker Henkie toe. En hacker Henkie brengt informatiebeveiliging op een hoger niveau, brengt technologie op een hoger niveau. Hacker Henkie definieert de standaard van hacken tot nieuwe hoogte. Hacker Henkie is de oudst veroordeelde hacker ter wereld. En hacker Henkie brak in een informatiesysteem van een zorginstelling die bloedwaardes bijhield. Nou, wat kun je daar nou mee? Nou, dan weet je al redelijk wat mensen hebben. Dat is in het diagnoseproces best wel belangrijk. En dat is dus gewoon hartmedische informatie. Het kan nog iets beroerder, want hij kon de bloedwaardes zien van een GGZ-instelling. Ik ga de naam van die instelling niet noemen, omdat het GGZ Eindhoven betreft. Maar die psychiater
had zijn wachtwoorden op een briefje op de monitor staan. En wat deze zaak ook heel boeiend maakte is dat hacker Henkie wilde niet met die organisatie praten. Meestal als ik een lek meld, van de 1200 lekken die ik in mijn carrière ruim heb gemeld, hebben er misschien een 100 zoveel het nieuws gehaald. De rest blijft doorgaan stil. Omdat of het gewoon te erg is of nou, in ieder geval, er zijn veel redenen om iets niet naar buiten te brengen. Maar ieder verhaal wat ik heb geschreven ooit zal altijd een heel voortraject hebben gehad. De laatste keer met de USB-sticks van de HEMA, die malware bleken te bevatten, hebben we zelfs 3 maanden gewacht. Alleen Kroll is zelf meteen naar buiten getreden en daarna is hij, daarna kon dus die organisatie het vernemen via de media. Toen wilde die organisatie met hem praten. Toen heeft hij gezegd, nou, ik praat niet met jullie, ik praat alleen maar met de politie. Nou, dat is geregeld, daar is een procedure voor, dat heet aangifte doen. En vervolgens ontstond een rare situatie dat tijdens het verhoor, ik heb het hele strafdossier gelezen, tijdens het verhoor van een psychiater blijkt dat hij heeft gezegd van ja, ik denk die en die persoon ervan, want dat is de ex van Henk Kroll. Klein detail, dat lijkt mij voor een arts die in vertrouwen bij een GGZ-instelling met een patiënt praat, het begin van een privacy-uitdaging. Daarna zei hij, een andere cliënt die het ook kan hebben gezien is een andere persoon van wie ik de naam niet kan vinden, maar die zal ik u later toesturen. Zij was in een ongeremde staat niet in staat 5 cijfers te onthouden. Bam, nog een medische diagnose eruit. Daartegenover zit een rechercheur die niet op een gegeven moment vingers in zijn oren doet en heel hard la 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 gaat schreeuwen. En er zit een officier van justitie die dit allemaal maar laat gebeuren. Dit is het niveau waarop wij nadenken over het beveiligen van dit soort gegevens. En er was geen enkele aanleiding om dat zo te doen, want gewoon uit de logboeken bleek vrij duidelijk dat de gaykrant het is. En er staat ook nog een wat bejaarde man staat te roepen. Ik heb dit als politicus gedaan omdat ik een misstand wil aantonen. Nou ja, dan is bijna 1 plus 1, 2. En als je hem dan ook nog op verhoor krijgt en hij zegt ja, ik heb dat gedaan, dan is een zaak redelijk stevig, zeg maar. Dus dat was best wel bijzonder. Tot zover eventjes over de eenvoud van hacken. Ik wil ook eventjes, en dat ook mede op verzoek van Rick, even wat stilstaan bij de maatschappelijke kant van informatiebeveiliging en eigenlijk het omgaan met informatie en hoe wij, wat er allemaal op ons afkomt. En dat heeft ermee te maken dat als je dat snapt, dan snap je ook straks de problemen die op je afkomen. Dit is hoe heel veel mensen de overheid zien. Dit is het ministerie van Volksgezondheid. Als je daar langs wil gaan omdat je er een afspraak hebt, dan word je door iemand uit een glazen kooi toegesproken. Dan krijg je zo'n ding, dan mag je legitimatiebewijs inleggen. Dat is hoe de overheid ons ziet. Als u als enge burger, en daar moeten we echt heel bang voor zijn, dus kogel weer in het glas en zo. Dit is een beeld. Dit is een ander beeld. Dit is Oranje. In Oranje was staatssecretaris Duikhoff op bezoek. De bewoners van 150 stuks die hadden afspraak dat er 700 asielzoekers mochten komen. En Duikhoff die roept, ja, ik verbreek nu die afspraak. En dit zegt iets anders van het bestuur. Het bestuur is heel verticaal. Verticaal betekent, ik heb een kamermeerderheid, dus ik wens met u verder niet te praten, want ik heb het al geregeld. De samenleving functioneert al lang niet meer zo. Wij zijn gedigitaliseerd. Dus als Rick en ik boos worden, dan weten wij elkaar te vinden en dan gaan wij mensen met ons om ons heen zoeken, een soort zwerm maken van mensen die om ons heen ook boos zijn. En dan gaan we dat onderling regelen. Daar hebben we ook geen andere structuren meer voor nodig. Dat heet een WhatsApp groep of whatever. Dat zie je nu met burgers massaal gebeuren met WhatsApp groepen tegen inbraak. Maar ik kom zo met nog een paar voorbeelden. Dijkhoff snapt dat niet. En die snapt dus niet dat het logisch gevolg van zijn opmerking is, ik heb een afspraak met uw burger, maar fuck you, ik doe die afspraak niet, dat die burger boos wordt. Het heeft niets te maken met wel of niet racistisch zijn. Dit is gewoon horizontaal, verticaal, wat hier heel pijnlijk botst. Nou ja, goed, dit beeld kennen we allemaal. En daar werd natuurlijk in de media heel lachwekkend over gedaan. Maar je kunt ook zeggen, dit is een burger die het nu niet meer weet. Die op een gegeven moment één moment dacht te hebben van contact met die verticale overheid. En dat is nu dat stukje zekerheid is onder haar grond weggeslagen. En zij gaat dus gekke dingen doen. Als je de burger boos hebt, krijg je dingen als geen pijl. Herinnert u zich even de Europese verkiezingen? Europa had besloten dat wij, als wij dan op woensdag per se onze verkiezingen willen, dat wij op zondag de uitslag zouden krijgen. En bij geen stel zit iemand, Bart Nijman, die bedenkt, dat is een gek verhaal.
Dat is eigenlijk heel raar democratisch, dat wij gewoon niet de uitslag kunnen zien. Het is gewoon een bazaal burgerrecht dat je weet wat uiteindelijk uit die verkiezing is gekomen. En dat dat ook nog een beetje kloppend is. En dan gaan we opeens 4 dagen ertussen bouwen. En dan hopen we dat er in de tussentijd niks gebeurt. Dus wat deed hij? Hij organiseerde mensen, 1200 in getal, die her en der, wat voor plamage ook, in stembureaus gingen staan en gewoon getalletjes gingen opschrijven. Op de redactie bij Geen Stijl zaten allemaal statistici en die gingen dat uitwerken naar een verkiezingsuitslag. En wat gebeurde er? Er ontstond een zeer nauwkeurige, nog nooit zo goed gedane steekproef. In 1278 bureaus gepeld. En uit die steekproef kwam een zeer kloppende verkiezingsuitslag. En dan ziet u hier 4 of 3 of 3 of 4 en dat soort dingen. Dat heeft ermee te maken dat we altijd een restzetel hebben die moet worden verdeeld. En dat hangt soms echt op een paar stemmen. Dus dat, maar hij klopte helemaal. Er was geen enkele andere exit poll die zo nauwkeurig was als dit. Maar wat interessant is, is dat die burgers gemobiliseerd op een hele horizontale manier tegen 0 euro kosten om dit te doen. Nou, toen kwam het referendum, het Geen Pijl referendum, hè, met meer dan 450.000 handtekeningen. Onmogelijk om te halen op papier. Dat werd al heel snel gerealiseerd. Dus wat gebeurde er? Er werd een campagne gestart. En in totaal is er 60.000 euro in die campagne gaan zitten. 25.000 euro ruim is opgehaald met crowdfunding. En waarvan, wat is dan wel weer geestig, 16.000 euro ging op aan het uitprinten van de stemformulieren. Zodat ze in een vrachtwagen konden worden geladen. En dat moest ook nog in een beveiligd proces, want ja, het zijn wel persoonsgegevens en daar zijn ze echt heel voorzichtig mee geweest. Die is toen naar Heerlen gereden, daar werd het allemaal ingescand en toen zijn de steekproeven genomen. En dit allemaal om te voorkomen dat ze niet digitaal zouden worden aangeleverd. Maar dat op een zijspoor. Wat de samenleving horizontaal maakt is het volgende. Er is open source software geschreven om een handtekening te zetten. En op die manier zeg maar de natte handtekening te vervangen door een digitale. En dat bleek na overleg met de kiesraad ook nog geldig te zijn. Dus eigenlijk is het daarmee gewoon goed geregeld. En die open source software is de crux. Die is nu online gezet, dus we gaan nog wel eens vaker een referendum krijgen. En weer 1200 vrijwilligers en allerlei mensen die zichzelf gingen organiseren zonder ooit contact te hebben met Geen Stijl. Ook om er weer aan te geven dat dit heel horizontaal functioneert. Waarom is dit allemaal voor jullie belangrijk? Oh, dat nog een leuk is natuurlijk het voorbeeld van België, hè, terreurdreiging. Wilt u alsjeblieft geen operationele gegevens? Nou, wat is dan het meest effectieve? Een DDoS-aanval. Nou, dit is een door katten uitgevoerde DDoS-aanval. Buitengewoon geslaagd. Ik vond ze allemaal buitengewoon geestig. Maar dit was wel de allermooiste. De federale politie. Voor de katten die ons gisteren geholpen hebben, alsjeblieft. En vervolgens een bakje met kattenbrokjes. Dit is namelijk een overheid die snapt, en misschien maar één man bij die overheid of een vrouw bij die overheid, die snapt dat er iets horizontaals gebeurd is en dat je daar op een horizontale manier op moet reageren. En waarom is dit allemaal van belang? Omdat ieder bedrijf momenteel riskeert om te maken te krijgen met een horizontale actie. We weten dat al lang, want er zijn allemaal social media teams bij wat voor allerhande organisaties. Alleen met informatiebeveiliging en privacy moeten we daar ook aan denken. En geloof je me niet, vraag het eens bij ING, want die hebben met big data hele nare ervaringen met de horizontale samenleving. Dit eventjes om in je achterhoofd te houden met alles wat ik vertel, dat het niet gaat over wat ik vind of wat jullie vinden, maar dat er ook nog een samenleving is die overtuigd wil worden en betrokken wil zijn en dat soort dingen verder. Wil je meer weten, dan moet je wachten tot februari, want er komt ergens mijn nieuwe boek uit. Dan gaat dat heel erg uitgebreid over. Maar laten we eens kijken naar misbruik. Kijk, ooit had KLM een website, vliegtickets.klm.com. En die website, die werd op een gegeven moment niet meer gebruikt, want de Fransen bleken efficiënter te zijn in het doen van administratie, zoals een ieder hier weet. En vliegtickets.klm.com raakte in de vergetelheid. Maar het bleef verwijzen naar een internetadres. En op een gegeven moment kwam op dat internetadres een nieuwe website van een webshop. En die webshop die bleek nogal lek te zijn. Nou, volgens KLM was dat geen probleem, want het is toch niet onze site. Waar hebben we het over? Nou, dat ga ik uitleggen aan de hand van, het is maar een verhaaltje, een vergeerd voorbeeld. Ik heb namelijk die server nagebouwd, want als ik hem echt zou hacken, dan schijn ik een misdrijf te plegen.
Zie je ook aan het IP-adres, is volledig nep, niks aan de hand. Het is wel een exacte kopie van die andere server. En dit is een stukje software, Armitage, en daarmee kun je hacken. Moet je wel over drietal skills, of over een tweetal skills beschikken, maar die ga ik jullie leren. De eerste skill is het bewegen van een muis en op de rechte muisknop drukken. Als je dat kunt, dan kun je, krijg je op een gegeven moment dit menuutje, dan zie je het woordje scan. En nu komt de tweede hacking skill. Dan moet je namelijk met de muis naar het woordje scan gaan en op de linker muisknop drukken. Als u dit kunt, dan kunt u deze hack ook. He, dus ga het vrolijk scannen. En daarna, als hij daarmee klaar is, en dat duurt een minuutje of twee, drie. Dan komt er opeens in het menuutje attacks twee mogelijkheden. Find attacks en Hail Mary. Find attacks, he, dan zoekt hij de beste aanvallen bij die server. En bij Hail Mary, dan zeg je gewoon, ik pak al mijn aanvallen op en ik smijt ze in één keer tegen die KLM server aan. Of nee, het was geen KLM server, sorry, tegen die server aan. Daar krijg je nog een waarschuwing voor, want ja, dit laat wat sporen achter. He, dus je krijgt horen van one started, the Hail Mary will launch a flood of exploits at the host in the current workspace. There's nothing stealthy about this action. If clumsy launching hundreds of exploits is what you would like to do, press yes. Nou, ik dus op ja drukken. Nogmaals, als je dit thuis doet, dan komen op een gegeven moment mensen in een street racing auto voorrijden, als ze een beetje logboeken zijn. Springen zwaar bewapende mensen uit. Dat heet Team Hightech Crime en die halen dan een 15-jarig puisthoofd op. Goed, je hebt op ja gedrukt en dan zie je een paar hele enge handen zo verschijnen. En die handen, dan heb je die server dus tot je genomen. En dan wordt er van alles gedaan, dan is er iets gelukt. Nou hebben we gelukkig een Unix scanner hier zitten, want ik doe nu weer die rechte muishack. En dan zie ik opeens hier Shell 123 en dat heeft niks met een petrochemisch bedrijf te maken. Maar wat is een shell? Command line interface, teksten. Het zwarte scherm met groene lettertjes meestal. Het zwarte scherm met groene, ja, dat is een hele mooie trouwens. Maar ik heb even een wit scherm met witte lettertjes en als ik zeg who am I? Who am I? Ja, wie ben ik? Ja, en dan staat er rood. Is dat belangrijk? Als het met een T is wel ja. Het is met een T. Dat is wel heel erg fijn, ja, als je rood hebt, ja. Ja, dan ben je namelijk gewoon de baas op het systeem. Dan is het gewoon einde oefening. Dan kun je die hele server overnemen. Ergo, ik heb nu met nul kennis gewoon een volledige server overgenomen. En wat kun je dan doen? Is natuurlijk gewoon installeren van kwaadaardige software of het installeren van een nep KLM-website. Alleen één probleem. Hoe kom ik aan een KLM-website? Die staat op online. Ja, bij KLM. Ja, die hebben ze voor me klaargezet. Dat is reuze makkelijk. En die ga ik dan gewoon op die server zetten. Nou, dat ziet er zo, hè. Je kunt inloggen met Google, met LinkedIn, Facebook, Twitter. Ja, en dit is natuurlijk de Henk Krol-login met nummertjes. Het maakt verder allemaal niet uit. Dit is ongeveer de site die je wil overnemen. Nou, daar is een ander softwareprogramma voor. Dat heet de Social Engineering Toolkit. Nu komt er een derde hacking techniek. Nu moet je echt heel goed opletten. Want nu moet je kunnen een nummertje intikken en op enter drukken. Als je dat kunt, kun je dit ook. Nou, één is Social Engineering Attacks. En dan kom je op een gegeven moment na een paar van die minuutjes kom je uit bij een webtemplate, site cloner of custom import. Webtemplate is voor de luie mensen, zoals ik. Dan krijg je gewoon Facebook, Yahoo, Google, dat soort loginpagina's gewoon kant-en-klaar aangeleverd. En mensen die dan inloggen laten netjes een username en wachtwoord bij je achter. Zeg je, ja, maar Brenno, als ik dat op zo'n vliegticket, dat trappen mensen niet in. Nee, daarom heb ik de website securegoogle.com ook gekocht. Niet secure.google.com, maar gewoon securegoogle.com, want daar lezen mensen toch overheen. Netjes een certificaat voor aangevraagd. Je kunt me ook altijd mailen, brenno@securegoogle.com. En dan zet je gewoon daar de website op. Ook weer geregeld. Tweede is dat je een hele website kunt klonen. Nou, dat willen we met die KLM-site doen. En derde, en die is echt leuk als je een beetje crimineel wil zijn, custom import. Dan maak je gewoon zelf een website en hij hoeft niet echt te werken. Hij moet de klant het gevoel geven dat het werkt. Creditcardnummertje aannemen. Hij zegt gewoon van sinds de aanslagen in Parijs werken we alleen nog maar met kopietjes paspoort. Gaat echt half Nederland gewoon kopietje paspoort uploaden. Fantastisch. Ik heb gewoon een kant-en-klare website. Als ik daar een paar dagen insteek, ziet het picobello uit. Nogmaals, het hoeft niet echt een boeking te maken. De klant moet alleen denken dat hij €2000 voor een business class ticket round the world betaalt. Nogmaals. Zo simpel kun je eigenlijk dat dan vervolgens uploaden. Nou, je hebt toch toegang tot die server en verder gaan. Nou, nu hebben we dus een volledig draaiende vliegtickets.klm.com. Veel mensen loggen nu helemaal in met Google.
Geef het e-mailadres braaf op en daarna het wachtwoord. En daarom vanaf nu in de categorie oplossingen gaat u altijd werken met meervactor authenticatie. Want anders geeft u uw wachtwoord aan Brenno en dat is niet goed. Even een sms'je aan, even iets moeite voor doen. Dit is gelijk, dan is deze hele aanval dood. Nou goed, dat kun je allemaal met elkaar linken en zo. Dat hoef ik jullie denk ik allemaal niet uit te leggen. Kijk, waar ik naartoe wilde is, er zijn meerdere datalekken. Deze laat namelijk een hele reeks itineraries en redenen waarom mensen niet kunnen vliegen zien. En dat was voor de website tix.nl. Daar bleek je dit soort documenten te moeten uploaden. En er kon van alles zijn. Ik heb geestelijke gezondheidsproblemen, tot ik ga dood, tot nee, van alles. Mensen uploaden zelfs van bankafschriften, hè, waar je dan netjes kon zien van ja, tix.nl, daar is dus geld betaald. Maar ik zie daar ook dat er twee kinderen zijn. Ik zie dat de FBTO de zorgverzekeraar is. Nou, zo te zien heeft hij een pluspakket. En ja, er is duidelijk veel te veel tijd om boodschappen te doen. Ik weet niet hoe hij dit doet, want het is een hij, want dat kan ik dan weer nazien. Je kunt zelfs vermoeden dat deze persoon gescheiden is en het een beetje googelen, dan blijkt dat allemaal te kloppen. What else do I need voor identiteitsdiefstal? Nou, kopietje paspoort misschien, of kopie creditcard, met geheime code. En niet één, niet twee, nee, dit ging gewoon om duizenden documenten. Nou, de reactie van tix.nl was erg to the point, want ze hebben vooral geprobeerd het artikel te voorkomen in plaats van het probleem op te lossen. Ja, ik kan nog eventjes doorgaan, maar dit is een beetje wat alle mensen hebben geüpload. En hier was eigenlijk gelijk duidelijk hoe makkelijk je dus misbruik kunt maken en hoe makkelijk je hier dus gewoon aan persoonsgegevens kunt komen. Langs die weg gewoon downloaden, maar mensen uploaden dus echt alles. En wat je ook doet, dat merken we bij het SIP ook, als er zijn overheidsinstellingen die gewoon zeggen, stuur geen medische gegevens op en dan komen er gewoon röntgenfoto's en alles vrolijke geüpload toch binnen. Enig wat ik nog niet geregeld heb, is dat er op mijn website klanten gaan komen. Hoe kom ik aan klanten? Kopen. En hoe koop ik die? Advertentie, ja, maar weet je, het is voor iets wat illegaal is en dan komt KLM er misschien al meteen achter. Kan ook, maar is het niet iets simpelers om gewoon mensen op die vliegtickets.klm.com te krijgen? Like op Facebook. Like op Facebook zou ook kunnen, maar KLM is heel erg social media. Dat hebben ze namelijk nodig sinds dat de Fransen hun administratie doen. Want ik, de laatste 25 tickets had ik die social media afdeling nodig om een ticket weer recht te trekken. Maar mailtjes sturen? Ja, mailtjes sturen. We moeten gewoon wat e-mailadressen hebben. Nou, godzijdank, die kunnen we ook gewoon in de onderwereld kopen. Dit is de dark web. En de dark web is eigenlijk een onderwaterwereld waar je van alles kunt kopen. En deze site heet Grams. Ik heb geen flauw idee waarom. Maar je kunt hier echt alles kopen. Tot ID-kaarten waar je op kunt laten drukken wat je wil. Een volledige Australische identiteit. Social security numbers, nou, daar zullen binnenkort de BSN's ook nog wel tussen komen. En Canadese identiteiten. Het maakt allemaal niet uit, het is hier gewoon volledig te kopen. En je kunt natuurlijk, mocht je aanslag willen plegen in Parijs, dan is het natuurlijk een Frans idee altijd wel handig. En je kunt gewoon e-mailadressen kopen en je kunt zelfs hele gerichte badges kopen. Dus stuur een stel Nederlanders een leuke aanbieding. Zeg hè, dat KLM vanaf vandaag, hè, vanaf 1 december, is gestopt met het plaatsen van links in de e-mail, omdat er nu eenmaal te veel phishing was. Surf daarom direct naar vliegtickets.klm.com. En ik heb ook mijn bezoekers geregeld. How cool is dat? In ieder geval, ik krijg persoonsgegevens. Maar waarom zou ik zoveel geld uitgeven aan identiteitsbewijzen? He, om dat op de onderwaterwereld te kopen als ik gewoon voor 15 euro een zogenaamd niet bestaand lichtbeeldausweis kan kopen. Nou, dat heb ik eens gedaan. En dat is in de praktijk geprobeerd. En ik weet niet of de audio het nu doet. Nee, nou goed, dan doen we het even zo. Hij vraagt het Duitse identiteitsbewijs. Zoiets? Ja, staat het? Niet beeldausweis. Oké. Okay. Zo
er nog nooit op komen, omdat zo in het Duits vertalen. Nee, bizar, hè? Je hebt een paradijs gemaakt. Nou, dit was mijn referentie, Kees. Nou, dat andere gaat niet te verstaan zijn, maar hier zegt de collega van de NOS dat het een stunt zou zijn als ik zou aantonen dat de beveiliging van de AIVD niet goed genoeg geregeld is. Ik stond natuurlijk zo van houd je mond. Nou, in ieder geval, ik kom daar aan, lever netjes mijn lichtbeeldausweis in. Vervolgens wordt echt al je bagage doorzocht. Mijn laptop mocht mee, mijn USB-stick mocht mee. Mijn USB-stick moest in een kluisje, maar mijn telefoon en mijn laptop mochten wel mee. Ik dacht dat ik daar meer data op kon opslaan. En natuurlijk kreeg ik netjes mijn lichtbeeldausweis terug en kreeg ik een toegangspas en daarmee was ik binnen bij de AIVD. Nou, dit werkte ook heel goed bij het Koninklijk Huis. En dat was wel grappig, want dat was een banket. En dan is dat het enige wat tussen jou en een ontmoeting van het Koningshuis staat. Want je gaat mensen niet fouilleren als ze op zo'n feestelijke bijeenkomst komen. Dus je hebt je security moment verplaatst naar eerder. En er is één ding wat dan echt cruciaal is. En dat is het checken van je identiteitsbewijs. Als dat misgaat, is de hele security procedure van daarvoor misgelopen. Dus werd mijn lichtbeeldausweis maar liefst 2 keer gecheckt. Nou, parlement, de coördinator terrorismebestrijding. Wat wel leuk was, ik was daar 2 keer geweest, dat ging goed. En toen kwam een referentiecase en dat wilden ze moeilijk gaan doen. En toen zei een ander, nee, maar ik had ook vorige week zo'n identiteitsbewijs, dat klopt wel. Dus dat is een beetje make-believe security. Dit is echt het bespelen van de mens. En je hoort die ambtenaar net ook zeggen bij BZK, dus hij heeft een verre reis gemaakt. Je ziet die hand naar zijn oor gaan. Die man is in paniek, want hier ergens voelt hij dat er iets niet goed is. Hij doet alleen maar controlevragen stellen. En ik fiets de hele tijd omheen zonder te liegen. He, van ja, u heeft een verre reis gemaakt. Nou, je stapt in een trein, hè, en je bent er. Social engineering. Ja, absoluut social engineering. En het enige wat hij had moeten zeggen is, ik ken dit kaartje niet, heeft u nog iets anders? Klaar. Dit is waarom de mens zo'n belangrijke factor is. Nou ja, wees dus beducht voor identiteitsdiefstal. En dan gaan we, want nou ja, via zo'n website is er al heel makkelijk aan persoonsgegevens te komen. Nou, als we daar toch zijn, dan gaan we zo meteen nog eventjes verder met deze hack, want er valt nog veel meer over te vertellen. Want als je iets verzint, is dat altijd heel leuk. Wat het probleem voor jullie is dat dit soort dingen gaan over de persoonlijke levenssfeer. Zit ik nog goed in mijn tijd? Ja, oké. Okay. Nou, alles in de gaten, hè? Ik doe mijn best. Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben we recht op een persoonlijke levenssfeer. Dus dat hier de gordijnen dicht zijn, dat mag gewoon. Volgens onze grondwet ook, maar goed, laten we dat maar snel vergeten, want we hebben een grondwet waar altijd staat, het mag niet tenzij we het bij wet hebben voorzien. Dus daar heb je niet zoveel aan, maar we hebben het in ieder geval in Europa geregeld. Nou, dan zijn wij dus de betrokkenen, hè, van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. De verantwoordelijken, dat zijn jullie als jullie mijn gegevens verwerken. En dan zou je ook nog een bewerker kunnen hebben die namens jullie die persoonsgegevens verwerkt. Wie heeft er hier met zijn bewerkers een bewerkersovereenkomst afgesloten? Dat zijn er 3. Het geeft toch een beetje te denken, want dit is wel iets eigenlijk wat je heel goed wil hebben geregeld. En waarom? Omdat de spelregels gaan veranderen. Het eerste is dat vanaf 1 januari een nieuwe wet bescherming persoonsgegevens komt. Er zijn een heleboel dingen veranderd, maar het belangrijkste is dat Jacob Koonstam krijgt nu weer een tanden. Ze hebben een soort gebitje ingedaan, hij kan nu bijten. En elke beet kost maximaal 810.000 euro. Sorry? 820 sinds of 10% 10 november. Oh, 820 zelfs. Het is geïndexeerd. Oh, het is zelfs geïndexeerd. Nou goed. Give or take 10. Ja, precies. Heel veel. En dat mag hij heel vaak opleggen als je heel veel overtredingen hebt. Want je mag er 1 opleggen per overtreding. Dus je bent niet met 820 klaar. Nee, het is 28 keer, misschien wel 4-5 keer. En wat mij is opgevallen in die 1200 lekken is dat een datalek nooit op zichzelf staat. 1 is vaak blijkt beveiliging toch gebrekkig te zijn. En soms is het gewoon brute pech, hè? Dat kan gewoon. Maar vaak blijkt het heel, die beveiliging tekort te schieten, dat is een losse overtreding. Vaak blijkt dat de personen helemaal niet weten dat zij persoonsgegevens van hun verwerkt worden voor een ander doel dan ze dachten. En dan heb je er opeens 2, hè? Geen toestemming gegeven en geen doelbinding.
ik ken maar weinig bedrijven die tijdig persoonsgegevens weggooien. En dat voorbeeld wat ik gaf van tics.nl, ik vind het feit dat dat lek erin zat, vind ik nog niet eens zo spannend. Wat ik spannend vind, is dat er gewoon jarenlang aan administratie staat en nooit iets mee is gebeurd. Er is een recht op inzage en correctie. Nou, daar kun je dan niet veel boetes op schrijven. En er komt een meldplicht. Een meldplicht dat als u data lekt, dat u dat aan mij vertelt, aan het CBP vertelt. En als u bewerker bent, dat u het aan uw opdrachtgever vertelt. Nu is er stelregel 2 werkdagen. Daar is heel veel over gediscussieerd al, want dat is natuurlijk heel oneerlijk. Want als je op vrijdag wordt gehackt, dan hoef je pas dinsdag te melden. En als je maandag wordt gehackt, dan moet je het woensdag melden. Dit gaat waarschijnlijk 72 uur worden, maar grote slag om de arm. U bent verplicht om informatiebeveiliging goed te doen. Staat in de wet. Ik ga nu even uit de wet voorlezen, want het is zo'n leuk boek. Passende technische en organisatorische maatregelen. Het hoeft dus niet in techniek te zitten. Het kan prima in de organisatie zitten. Te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dus niet alleen verlies is het probleem. Er mag ook niks anders mee gebeuren dan de bedoeling was. En dan moet je allerlei dingen doen. Rekening houden, stand der techniek. Allemaal moeilijke taal. En dan medegericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Staat er 2 keer in. Daar gaan ze vast heel belangrijk vinden. En passende Brenno, dat is ook nog wel interessant. Passende maatregelen. Wat is passend? Ja, dat is, dit is een wet met heel veel elastiek erin. Kijk, dit is namelijk tijdloos geschreven, want passend is gewoon een rekbaar begrip. Volgens mij bepaalt het bedrijf het zelf wat past. Ja, maar daar gaat CBP dan mogelijk van zeggen, ik ben het toch niet mee eens. Maar wat passend is, is, kijk, het hangt van heel veel factoren af. En wij hebben vooraf eventjes gesproken. Dus ik weet ongeveer in welke branches je zit. Maar de branches waarin jij opereert, is daar data. Waarvan ik heel zeker weet dat die, waar je meer moeite moet gaan steken in beveiligen. Dan in andere branches. Als jij in de zorg werkt, dan zul je daar veel meer energie in moeten steken dan dat je de bakker op de hoek bent met alleen maar een klantenlijstje met alleen e-mailadressen. En alles wat ertussen zit. En passend is heel lastig, want bijvoorbeeld bij de Henk Krol hack was natuurlijk problemen opgelost als daar een sms'je was verzonden bij het inloggen. En voor meeste gegevens is dat toch wel minimaal passend. Maar misschien zelfs al aan de lage kant. Was het hele probleem ook met Henk Krol nooit ontstaan. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat als je hele grove medische dossiers hebt, hè, die dus echt heel fijnmazig zijn, dat je misschien wel 3 of 4 authenticatielagen zult moeten gaan bouwen. Dat alle data vol continu versleuteld moet zijn. Dat je 3 keer het volkslied moet zingen voordat je je computer aan... Ik weet het niet wat je dan allemaal verzint, maar daar gaat het veel verder. Ik ken wat nu een beetje discussie is of wordt. Het CBP komt met richtsnoeren. Ja. Er is een proces. Ik hoop dat ze... Nu moet het een beetje diverser zijn. Ja. Maar richtsnoeren zijn richtsnoeren. Dit is de wet. Ja, de richtsnoer informatiebeveiliging waar langs toetsen zegt ook niks heel hard. Nee. Dus een Europese wet. Ja, daar gaan we zo nog naartoe. We gaan het nog veel beroerder maken. In de wet staat niet dat je in geval van die medische dossiers tenminste 4 authenticatielagen moet inbouwen. Want dat is passend. Nee, maar je gaat dan natuurlijk op een gegeven moment, er is een soort algemeen besef, en dat is een heel vaag begrip, dat het eigenlijk niet meer kan zijn dat je alleen nog met username en wachtwoord inlogt. Mm-hmm. Kijk, dat is langzamerhand, denk, hoort dat toch wel binnen de informatie. Nou ja, rekenen houdt met de stand van techniek, hè? En ik ga ervan uit dat jij gewoon goed bent in je vak. Die indruk heb ik net ook van je gekregen. Dus dat jij wel af en toe ook de media leest die jou aangaan. En dat je niet gaat zeggen, nou, nieuw systeem. Leuk dat je dat met alleen een username en een pincode van 2 cijfers gaat bouwen. Dus dat je daarop... Kijk, met chargeren maak ik het duidelijk. Want het lastige is natuurlijk van... wat is nu die tweede maatregel van beveiligen om bijvoorbeeld bij authenticatie, is een sms wel veilig genoeg? Voor het landelijk EPD was dat niet het geval, maar voor heel veel DigiD-toepassingen werkt dat prima. En dat is allemaal niet zwart-wit. Dus daar moet je de truc, je hebt wel gelijk, want de grootste truc zit er natuurlijk in jouw documentatie, je afwegingskader. En waar gaat het CBP natuurlijk naar kijken? Die gaat straks de autoriteit persoonsgegevens heten. Die komen dus bij je binnen en die gaan dus zeggen van... En waarom heeft u dit gekozen? Nou ja, sms'jes vind ik wel leuk.
dan gaan ze zelf dingen bedenken. Maar als je natuurlijk gewoon zegt van nou, we hebben naar deze opties gekeken en wij zijn van mening dat, dan zelfs als het een maatje te licht is, CBP heeft al aangegeven dat ze niet meteen boetes gaan opleggen. En dat dat niet hun insteek is. Maar het is een hele lastige. En dit is een heel lastig wetsartikel. En alles met digitalisering, moet je maar opletten in de wet, is gewoon buitengewoon slecht verwoord. Het is dat een onvrijdelijk tegen de feit dat de gemiddelde politie snapt wat zijn technisch is? Is het per definitie achterhaald? Ik had een uur kunnen spreken over de commissie Elias. En dan waren we denk ik jankend van het lachen naar buiten gegaan, hoe belachelijk die commissie was. Daar heb ik geen goed woord voor over. Dat mag ik gewoon ook in de kut doen, want ik hoop dat Elias dat ziet. Het bureau BID vind ik een monster. En ik denk dat de Tweede Kamer echt nu meer schade toebrengt dan dat ze problemen oplossen. Maar dit is wel de kern van het probleem. Daar heb je helemaal gelijk in. De politiek heeft echt geen flauw idee waarmee ze bezig zijn. En dat merk je ook met dat geroep van... daar gaan we het zo meteen over hebben, over nog meer surveillance. Daar is gewoon niet het begin van gelijk in. Nou, er is nog een wetsartikel, dat mogen jullie lekker thuis gaan lezen, artikel 14. Want ik wil wel een beetje op de tijd letten. En... daarnaast zijn er nog een paar dingetjes. Ik mag weten wat er met mijn data gebeurt. Maar weinig organisaties zijn goed in staat mij dat te vertellen. Dat het niet standaard wordt verwerkt. Mag ik je wat vragen? Ja, natuurlijk. Wat bedoel je met die data, het gerecht? Alle data? Nou... want bij TransLink Systems heb ik op een gegeven moment ook de interne memo's over mij opgevraagd. Nou, dat mag dus niet. Dat had een andere reden, want ik wilde geen discussie hebben over de andere data die ik vroeg. En dan gaan ze zich op één ding focussen, dan huren ze voor een paar duizend euro een advocatenkantoor in. Sturen ze de rest van de gegevens wel op en die wilde ik precies hebben. Dus dan iedereen happy. Dan zijn een paar duizend euro armer. Nee, het gaat echt over gegevens die over jou worden verwerkt als er geen zwaarwegende redenen zijn om het niet te verstrekken. Je kunt je voorstellen dat je medisch dossier soms niet mag inzien omdat jij dermate labiel bent dat over bepaalde conclusies dat mensen dat niet kunnen verwerken. Dus er zijn hele zwaarwegende redenen denkbaar. Het kan ook zijn natuurlijk, maar dan val je onder andere wetgeving in een strafrechtelijk onderzoek, dat je als crimineel binnenloopt en zegt, nou, ik wil even weten waar jullie nu staan met het onderzoek naar mij. En dat je dan aan het eind wegloopt en zegt, nou, ik zou wat meer in die andere hoek gaan zoeken. Dus dat niet, maar verder eigenlijk alles, ja. Dus als je... Even heel simpel, hè? Ja. Dus de camera daar, die staat jou te filmen. Ja. Daar sta ik ook op. Maar jij hebt niet in mij gevraagd. Vind je het goed als je erop staat? Ik heb het ook niet besloten en ik ben een verwerker ook niet. Maar inderdaad, en stel dat ik het ben. Maar het stond ook niet in de uitnodiging. Het ging van verloren. De foto filmen heb je al gemaakt. Nee, dat klopt. Maar dan, dus kan het nu tegenhouden? Het verwerken zou je niet zomaar kunnen tegenhouden, vrees ik. Want dan is er ook weer de aanmerkelijke kans dat zeg maar, een bijeenkomst wordt gefilmd. Het feit dat de camera's nu zo zijn opgesteld dat je niet kunt missen. Dat ze er zijn, had je ook een andere keuze kunnen maken. Informeren ik heb er niet om gevraagd. Nee, maar dat hoeft niet. Nee, maar dat hoeft bij camerabewaking. Nee, maar het is wel een goede, want camerabeelden. Volledig terecht. Want camerabeelden is een heel sterk voorbeeld. Dat is namelijk niet, dat zijn geen gewone persoonsgegevens, dat is rasseninformatie. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Dus dat is een veel zwaardere categorie. Was het netjes geweest als je dat van tevoren had gemeld? Dan, dat is altijd netjes natuurlijk, ja. Nee, ja, maar, ja. Dan kun je er ik wist het ook niet hoor. Dus dat, kun je een keus maken, nou, dat ben ik niet zo ver gediend, die komt niet. Ja, dat was wel netjes geweest. Als ze nou dit zouden doen voor een ander doeleinde dan je redelijkerwijs kunt vermoeden. Hè, dus op een gegeven moment komt er een televisiecommercial en jij zit daar... Je wordt extreem in beeld gebracht, maar dan gaat het over andere vormen van rest, dan kun je daar met recht ook tegen verzetten. Maar je kunt wel zeggen op een gegeven moment, ik wil onherkenbaar in beeld worden gebracht. Dus dan kunnen we wel even een shot maken dat we gewoon iedereen even blurren. Dat is wel... Ja, nee, maar dat zie je natuurlijk heel vaak bij series, dat de politie zeg maar onherkenbaar in beeld wordt gebracht, of de crimineel. Of allebei, of ze weten elkaars rol niet, maar in ieder geval, ja, dat... Dat kun je dan dus wel verwachten. Maar het is vaak een gemeenschapsgoed. Iedereen staat met te klikken en ik weet nou wat ermee gebeurt.
Nee, maar dat is dus ook het lastige. Zeker nu je ook steeds vaker ziet dat camerabeelden die bedoeld zijn om onder het mom van beveiliging ook gewoon tv-doelen dienen. Nou, een heel bekend voorbeeld is Wesley Snijder. Die op een gegeven moment op de Keizersgracht in een parkeergarage met Jolante zoomt. En dat verschijnt dus opeens op tv. Veel pregnanter dan dat ga je het niet krijgen. Ik kan nog wel leuk vinden daarvan zeggen trouwens, want datzelfde bedrijf dat heeft geflikt, vraagt vervolgens nu aan de politie meer dan €600 per opname als je dus een inbraak in de auto hebt gehad, want daar zien ze gewoon een business case in. Dus vanochtend heb ik een koopcontract getekend voor een huis, dat wordt gebouwd. Ik heb een beetje als grapje gevraagd, er zit toch wel gewapend beton in de woning? Waarop echt dat bouwbedrijf kijkt, ja, natuurlijk. Nou ja, ik kom uit een industrie waarbij wij eerst huizen gaan bouwen en later gaan pas beseffen dat er aardbevingen zijn. Dan storten die huizen in. En wij vinden het heel normaal dat we vooraf gewapende ton krijgen. Maar met ICT en data en open data en al dat soort dingen hebben we daar vooraf nog niet echt over nagedacht. En dan moet je dus later onder het huis gaan graven, van die grote veren gaan neerzetten. Hele dure geschiedenis. Maar dat is natuurlijk wel de banaliteit waarin wij in onze industrie zitten. En dat komt nu allemaal aan de oppervlakte, denk ik. Ik mis de security by design. Ik zie bij heel veel organisaties verouderde systemen, een echte legacy problematiek. En wij zijn ook gewoon als industrie volkomen onvolwassen. Het meest voorkomende datalek, een SQL injection, voor de niet-technische onder ons, dat is een digitale manier van boe tegen de database roepen. En dan krijg je echt de volledige database mee. Hebben we in 1996 ontdekt, kun je in minder dan een uur fixen. En dan ben ik echt, dan kun je ook nog lunchen tussendoor en zo. En dat doen we gewoon collectief niet. Moet je je voorstellen, de LO-crash, dat er een vliegtuig op een stad stort. Dat was toen dat ongeluk met die motoren die eraf vielen, want de borgpennen waren niet goed. En dat gewoon een jaar later opnieuw een gein ergens gebeurt, een of ander kantoortje. En dat we dan zeggen, zie je wel, die borgpennen, dat is toch een dingetje. Dat zouden we gewoon niet pikken. En wat gebeurt er in de ICT? Dit doen we dus de hele tijd. Dat is gewoon onvolwassen. En als er iemand dan wat van zegt, is van ja, je moet nou eens je bek houden over die borgpennen. Dat weten we nu wel. Nog eventjes. Sorry? Een paar minuten, misschien even een kopje koffie. Ja, nee, ik ben bijna klaar. Ik ga nu gewoon teken zo snel lullen. Nogmaals, de wettekst medegeert om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Helder? Nou, dan komt er een wet over als je dus buiten de EU wat wilt, artikel 76. Nou, ga ik je besparen, maar wat er eigenlijk betekent dat als je buiten de EU iets doet, moet het minstens zo goed zijn als we dat in Nederland zouden doen. Dat is geen sterk verhaal op het moment dat ik net het LAL voorbeeld geef, maar u begrijpt wat ik bedoel. Toen krijgen we dit, hè, met Prism en Snowden en... Nou ja, goed, toen bleek zo'n beetje echt alles in een grote database te komen. Want de terreur. Nou, gaan we kijken naar de cijfers. En dan zien we sinds de invoering van Prism dat er een exponentiële groei in het aantal terreurdoden is. Ik zeg niet dat er een kausaal verband is. Hè, don't get me wrong. Ik wil jullie ook niet bang krijgen. Dus eventjes, hè, ditzelfde jaar, dit is het aandeel terreur. En dat is kanker en dat is verkeersdoden. Nou, de andere ziektes staan er niet op. Niet zo, statistisch is die kans heel klein, maar het verstoort toch de flow van je dag als je door een aanslag om het leven komt. En wat blijkt dan? He, dat na aanleiding van al die intelligence, we een hele lange lijst hebben van mensen die we eigenlijk ernstig in de gaten moeten houden. En wat zie ik dan hier? Dus even een lijstje even snel bij elkaar gegoogeld. He. Deze is nog veel langer. De aanslagen die wel zijn gebeurd, of op het allerlaatste moment zijn verijdeld, met eraan gekoppeld... De wetenschap dat de daders op de radar waren, maar er niet is geacteerd. En dan zie je de aanslagen van 11 september, de moord op Theo van Gogh, de schietpartij in Texas waar Wilders sprak, Charlie Hebdo, de mislukte aanslag op de Thalys, de onderbroek die wilde exploderen of niet wilde exploderen van Amsterdam naar Detroit, de aanslag op het strand in Tunis, de aanslag in Kopenhagen en de aanslag op Metrojet vanuit Sharm el-Sheikh. Waarom heb ik Parijs hier nog niet tussen gezet? Omdat ik nog niet overtuigd ben... Het bewijst nog niet hard genoeg dat het zo was, maar zeer waarschijnlijk was dat dus ook het geval. Er lijkt niet echt een link te zijn tussen de intelligence enerzijds en het oplossend vermogen en dat massale data vergaren. Daar worden we dus kennelijk niet heel veel veiliger van. Wat erbij wel gezegd moet worden is,
De moeilijkste fase zit natuurlijk ook in, na het identificeren, het actionable maken. Dus mensen goed in de gaten gaan houden. Maar het is wel degelijk een effectieve gegevensverzameling, want dat is het doel van de NSA niet. Het staat gewoon op hun website. Hun doel is, in order to gain a decision advantage for the nation and our allies under all circumstances. In normaal Nederlands, economische spionage. Dus onrechtmatig. Nou, deze meneer heeft trouwens een fantastisch boek in handen. Maar deze meneer, Pieter Omtzigt, die heeft hier onderzoek naar gedaan. En die kwam tot de conclusie dat niet alleen het recht op privacy, maar ook het recht op een eerlijk proces en vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst onder druk staan. En dat de hoeksteen van de democratie een beetje onderuit wordt geschoffeld. Nou, je zou kunnen zeggen dat is het begin van een probleempje. En dus zei het Europees Hof van Justitie, en ik citeer, dat hun gegevens doeltreffend worden beschermd tegen het risico van misbruik en tegen elke onrechtmatige raadpleging en elk onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Alsof ze de Nederlandse wet hadden gekopieerd. Wat is hier natuurlijk aan de hand? Wij hebben dit op basis van Europese regels opgeschreven. En de Europese wet zegt gewoon dat uw gegevens niet zomaar Europa uit mogen als het niet zeker is dat er geen misbruik van is gemaakt. Nou, na Snowden, en het is dus nu door meerdere rechtbanken ook bevestigd, is het redelijk zeker dat er veel misbruik van deze gegevens wordt gemaakt. En dat dat weinig met nationale veiligheid te maken heeft, dus het is het begin van een probleem. Dus zagen we vandaag in het antwoord op de Kamervragen, de Verenigde Staten beschikken niet over een algemeen toereikendheidsoordeel van de commissie. Nee, want ze doen andere dingen. Maar dan wordt die interessant. En dit is heel goed om te snappen waarom het oké is om de data in Europa op te slaan. En de meeste Amerikaanse bedrijven bieden dat ook aan. Dit is echt even een heel belangrijk punt. Dit is niet om rouwig om te zijn, dit is heel goed voor onze Europeanen. En voorlopig gaat het niet veranderen, want een dergelijk oordeel is moeilijk te geven omdat de Verenigde Staten geen samenhangend gegevensbeschermingsrecht kennen. In Amerika bestaat privacy eigenlijk niet. Er is wel wat privacyregelgeving, maar de grondslag voor privacy is verborgen in het vierde amendement. En daarin staat dat wij het recht hebben als burger van de VS, dus jullie lekker niet, als burger van de VS gevrijwaard te zijn van onredelijke doorzoekingen van de overheid in je huis. Dat is uitgebreid met je auto, want dat is bijna een huis voor Amerikanen. En niet met andere dingen. Dus geen data. Dus inderdaad ook niet zomaar data. Nou, dat is wel iets opgerekt en iets beter, maar onredelijke doorzoeking door de overheid zegt niks over bedrijven. En omdat privaat-publieke samenwerking het sleutelwoord tegenwoordig is, wordt dat best wel ingewikkeld. Dus daar is gewoon geen goede regeling voor. En wij hebben dat veel beter, zeg maar, georganiseerd. Dus dat maakt wel een heel groot verschil. Een tweede is, ook heeft de commissie geconstateerd dat er voor datasubjecten, u en ik dus, geen toegang tot een rechtelijke of administratieve voorziening openstaat om de rechten op inzage, correctie en wissing uit te oefenen. Oftewel, als jouw data elders wordt verwerkt, heb je er niets over te zeggen. En dan mag je dus echt alles mee doen. Foto van je nemen, pedo erachter zetten en zeggen, ja nee, wij denken op basis van Big Data dat je een pedo bent, echt. En daar kun je dus niets aan doen. Yes. Dit is echt een heel groot probleem. En dit is wel de pest van onze tijd. Dus eigenlijk is het een zegen dat we een Europees Hof hebben dat op een gegeven moment zegt van, nou, dit is een lijn in de zand en daar gaan we nou eens een keer niet overheen. En dit zou eens heel interessante uitwerkingen kunnen gaan hebben in onze informatiesamenleving. Nou goed, meldplicht hebben we het al over gehad. Nog een laatste dingetje en dan gaan we zo een beetje naar de ellende toe. Wat zegt de minister? Dit is een stukje uit een rechtszaak die ik heb gevoerd tegen de Nederlandse zorgautoriteit om alle zorgkosten openbaar te krijgen. Dat was wat een klant van mij heel graag wilde. Die heeft een hele gekke gedachte. Die zegt, het gaat om 95 miljard. Als we daar 1 miljard besparen, kan ik een paar jaar eerder met pensioen. Ik vind het ook een raar verhaal. Waarom zou je dat willen? Maar die wil dus een discussie starten over alle zorgkosten. Nou, met 95 miljard geneuzel in de marge dus. Maar de minister zegt, nou, het heeft niks met privacy te maken. Hè, want dit heeft hij in antwoord op Kamervraag gezegd. Het is niet meer tot de persoon te herleiden. Dat gaat ze omstandig uitleggen.
Nou goed, wij verliezen dus het bezwaar, dus wij naar de rechter toe. En wat schrijft opeens de landsadvocaat? Hoewel patiënten niet met naam en toenaam in die database staan geregistreerd bij de NZA, kan in dun bevolkte regio's waar bepaalde zorgproducten maar door één zorgaanbieder wordt geleverd, vanwege de lage aantallen het voor hen in die omgeving verkeren van degene die het betreft, al snel duidelijk zijn om wie het gaat. Ergo, je hebt een hele zeldzame vorm van kanker, breekt een been en stort ook nog uit een vliegtuig. En dat wordt ook al onder het neerstorten getwitterd. Dan is dat op een gegeven moment met die omgevingsinformatie te herleiden. Brengend wat lachwekkend, maar daar heeft ze wel een punt. Dat zou inderdaad, ze noemde dat de randen van de database. Dus ik zei, nou meid, knip je die randen eraf, dan zijn we met de rest wel tevreden. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Maar toen kwam die. Dergelijke gevoelige medische informatie mag gelet op artikel 10 eerste lid onder D, WOP, was trouwens 2 onder E, maar dat moest ik haar nog in de rechtszaal uitleggen, landsadvocaat, niet openbaar worden gemaakt. Wow, wacht even. Dergelijke gevoelige medische informatie. Stop, moord, brand. Het was een niks-database. Het was een ding met getalletjes, met wat bedrijfsgegevens, wel of niet openbaar. Over een paar euro, een paar rotcenten, ging nergens over. En nu opeens is het gevoelige medische informatie. Dat is een hele andere categorie en het andere eind van het spectrum. En daarnaast had ik een NZA die ooit een jaar geleden tegen het CBP hebben gezegd, nee, maar we verwerken geen persoonsgegevens. Dus ik heb een briefje gestuurd inderdaad van, herinnert u zich nog het besluit dat u toestemming gaf? Ja, ik denk dat dat niet meer kan. Nou, dat heb ik dus in de rechtszaal ook uitgelegd. En dan zag je echt 18 mensen van de NZA echt van heel stoer, echt heel klein worden. Die dachten, oh shit, is really gonna hit the fan now. Dat is de helft van onze business. Dit is hoe complex het is. Het is misschien vandaag geen persoonsgegeven. En misschien was men oprecht, en daar ga ik nog wel even ter goede trouw van uit, was men er oprecht van overtuigd dat het allemaal geen risico was. En nu heb ik het omgedraaid tot een case waarbij een totaal hoofdpijndossier is. Mogen ze die database houden, dan zullen ze heel veel geld in beveiliging van die data nu moeten gaan steken, waar dat eerder niet hoefde. En daar is je elastieke meetlint weer, want nou is opeens, ja, dat is echt heel vervelend. Nou, besef dus, de cloud is out there, en dat is een dingetje, en dan wilde ik jullie tot slot nog even één ding laten zien. Want, kijk, tot nu toe zag het er allemaal niet zo heel erg eng uit. Ik heb een klein probleempje. Ik heb namelijk met de KLM-hack username en login gekregen van... Ja, daar is hij. Username en login gekregen van een heleboel mensen natuurlijk. Dus ik kan namens een heleboel mensen bij Google inloggen. Wie heeft hier een Android-telefoon? Kijk even om je heen. Dat zijn er best wel veel. Al die mensen weten dat je met de webbrowser gewoon naar de Google-site kunt gaan, kunt inloggen naar de store en dan kun je op je mobiele telefoon op afstand software installeren. Een van die programma's heet Cerberus App. Een Cerberus App is echt heel leuk, daar wil ik dan ook zo mee gaan afsluiten. Maar nog even één klein hekje. Ja, nou, het eindigt met de opmerking van iemand die daar heel lang mee kon gaan slapen, maar dat is een heel ander verhaal. We beginnen eventjes zo. Hè. Dit is dan mijn mobiele telefoon. Start tracking. Hij denkt nu nog ergens dat ik in Amsterdam zit. Doet eens even nadenken. Hallo, Ali. Hallo. Dan gaat hij contact zoeken met mijn lullepiep. En als het goed is, gaat hij dat ook gewoon braaf doen. Ja, kijk. Rick, wil jij eventjes de telefoon zo vasthouden? Dit hebben we niet geoefend. Maar dat kan die. Kijk, ik heb allemaal mooie mogelijkheden. Een van de dingetjes is bijvoorbeeld hide app from drawer. En dan is die lekker onzichtbaar op mijn mobiele telefoon. Maar wat je ook kunt doen is take picture. Of record audio of record video. En dan zeg je gewoon take picture immediately, use flash, use back camera. En moet je een beetje op mij richten. Oh ja, dat kan ook, maar dan moet je hem ietsjes meer daarheen nog. Nee, andere kant. Nu Rick. De achterkant, kijk, we gaan een foto nemen. Oh, ja, foto nemen. Dus als je even zo houdt. Ja. Oké. Okay. Even. Even lachen. Hebben we de toestemming gehoord? Ja hoor. Take picture. En dan gaat hij zo flits doen, zie je? Ja, leuk hè. En dan heeft hij een foto genomen, die wordt zo naar mijn mail gestuurd, dus die zal ik zo laten zien. Maar hij kan ook audio opnemen, video opnemen, locaties bijhouden, sporen bijhouden. Dit is een totale spionageapplicatie.
En deze heb ik geïnstalleerd met de sukkeltjeshek Brenno, dus niet als inlichtingendienst. En hier merk je niets van. Je wou iets... Ja, dus dat kun je dus gewoon met iedere telefoon. Ja, dus vanaf nu, als je een vertrouwelijke meeting hebt, gaan wij met elkaar afspreken dat je nooit meer je telefoon meeneemt. Want dit is het ultieme spionagedevice. En de audio, als ik die opneem, als jij iets daarachter, als jij iets tegen mij zegt, dan komt dat gewoon hoorbaar hierop, zonder dat ik enige vorm van bewerking hoef te doen. Reken er maar op dat mensen die kwaadwillend zijn, en organisaties die informatie willen stelen, en overheden hebben daar geld voor over. En de NRC heeft $150 miljard per jaar. Dat is niet alleen omdat het een leuk speelgoedgeld is. Dat betekent dat het kennelijk ergens over draait. En jullie waren het waarschijnlijk met mij eens dat het ook om economische spionage gaat. Kennelijk loont dat. Er is er ergens een business case die uit kan. Bedrijven doen dit. Andere mogelijkheden doen dit. Want het is natuurlijk niet alleen de Amerikanen. We worden bespioneerd door in ieder geval de Amerikanen, de Russen, de Chinezen, de Roemenen, Iran, Noord-Korea, China. Heb ik wat zeggen? Ja, mevrouw. Nou, dat zijn dus al 8 supermogendheden. Het is even reëel gesproken. Waarom is dit een probleem? Omdat data te goedkoop is. Het is spotgoedkoop om dit te doen. Dus je kunt ook geautomatiseerd heel veel doorwerken. En dan later wel zien wat echt nuttig voor je is. Maar we geven het ook allemaal zonder erover na te denken. Ja, dat klopt. Ja, we leveren dit inderdaad gewoon op een presenteerblaadje aan. Nou, zullen we even het plaatje nog openen? En ondertussen dat ik dat plaatje open, heb ik nog een heel leuk dingetje voor je. Kijk, dit zijn jullie. Nog een leuk dingetje. Deze software, die is ook echt... dit soort software wordt wel vaker gebruikt. Hebben jullie wel van het passageproces gehoord? Iets met Willem Holleder? Ja. Nou, in ieder geval. Holleder, die zaak, daar is op een gegeven moment iemand geweest. Die had er ook iemand omgelegd. En daar zei de andere criminelen van, neem nou deze telefoon. Daar is allemaal versleutelsoftware. Dan val je niet af te luisteren door de politie. Maar toen op een gegeven moment was men toch niet zeker of hij zijn kamers wel ging houden. Dus toen heeft men gewoon die app gepakt, locatie uitgevonden. En het is gewoon aangetoond. Het is gewoon gedocumenteerd openbare informatie. Dus de locatie achterhaald en gewoon een paar kogels of een acute loodvergiftiging gegeven. Dus zo'n applicatie kan ook nog echt dienen voor hele opmerkelijke doelen. Wat ik er maar mee wil zeggen is, het is allemaal niet zo onschuldig. En een hele kleine hack die begon bij KLM met een vergeten domeintje, kan met, als je dit juist speelt, toch wel enigszins verkeerd eindigen. Omdat deze software, deze specifieke software draait op Apple, neemt niet weg dat Apple, op Android, neemt niet weg dat Apple hiervan gevrijwaard is. Nee. Maar ik wil het wel zelf kunnen laten zien en bewijzen. Maar ik heb serieuze signalen dat het bij anderen ook is. Dat blijkt onder andere uit de documenten die zijn gestolen bij Hacking Team. Het bedrijf dat zelf software leverde om andere organisaties te hacken. En die waren dan zelf weer gehackt en... Toen waren ze opeens wel boos. Ja. Dus, maar goed, neem wat te drinken voor de schrik. Even nu naar een oplossing toe. Aljo gaat al je problemen oplossen. Graag gedaan, Aljo.